Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn weer lekker in het bos. Vandaag ben ik niet alleen. Ik ben met mijn kleine vriend. En we zijn op zoek naar paddenstoelen. Dus we gaan ook even in de speeltuin spelen. Jovi? Heb je daar zin in? We gaan eerst paddenstoelen kijken. Dat klopt. Nog meer paddenstoelen daar in de bos. Papa, waar zijn de paddenstoelen? Nou, wij moeten goed zoeken, jong. We moeten goed opletten. Maar hier kunnen ook eekhoorntjes zijn. Oh ja? Ja, dus daar gaan we ook naar zoeken. Naar de eekhoorntjes. Nou, kom maar, gaan we lekker lopen. Ja, kijk uit voor de bandnetels. Doe maar de handjes aan de kant. Ja, goed zo. Het is heel bij mijn shirt. Ja, klopt. Oh. Ik zie mijn handen zo. Mm-hmm. Oh, daar is die. Ik heb gewoon. Ik ben zo achteraan. Gaan we achter de hondjes aan? Ja. Papa, daar zijn twee honden. Mm-hmm. Oh, kijk hier, er is nog een boom omgevallen. Ja. En ik weet nog, met biologieles, ja, dat heb je nog lang niet. Maar toen leerde papa, dan kun je aan de hand van die lijnen, geloof ik, kun je bepalen hoe oud de boom is. Dus misschien is dat dan een hele oude boom. De paddenstoelen moeten we zoeken. Waar je armen in de zit te metten. Ja. Daarboven. Ja. Wat wil je kabouter plop zingen? Nee. Nee? Ah, oké. Kabouter plop doet dat. Les, klubbel, les. Kabouter plop. Draai een keer in het rond. Ja? Kom maar. Paddenstoelen. Paddenstoelen. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Oh. Het zit hier vol met allemaal naakslakken. Dat is natuurlijk voor Jovi is dat leuk. Ja, want Jovi moet nog allemaal leren wat het is, hè? Ja, die was net heel lang. Toen ging papa van camera wisselen. En toen werd hij heel klein. Huh? Ja. Oh, die wordt niet meer groot. Nee, maar deze is wel heel mooi, hè? Huh? Maar kan je niet verlangzaam? Weet ik niet. Oh, nou wacht, kijk, hij gaat al bewegen een beetje, zie je? Het is ook groot. Het is groot, ja. Oké. Wordt hij wel groot? Ja, kijk, die wordt alweer wat groter. Waar gaat hij heen? Ik denk in het gras. Is dit bij jou over? Ja, waar gaan we naartoe? Kijken. Gaan we deze kant op lopen? Waar? Daar? Daar naartoe? Ja, daar gaan we. Daarachter? Hier? Nou, kom maar, daar gaan we hier. Ja, daar zijn ze vogeltjes. Hé, kijk. Oh. Hé. Hey. Vogeltjes hebben ruzie. Oh, daar is een spekje. Ja. Ik weet niet of mensen dat kunnen horen. Hoor je dat? Tik, 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 tik op de boom. Spek? Ja, ik zie daar een spek. Door de bladeren heen. Als ik het fout heb, laat het me weten in de comments. Ik ben niet Freek Vonk. Alleen ontspannen met Jan. Vind je het fijn om hier te zijn? Ja. Ja, lekker in het bos, hè? Papa. Ja? Ik heb met het mandje met het dood. Ja, zo. Wow, kijk, dit is een grote boom.
Alweer? Dit is een hele grote boom. Kijk, hier staan ook dingetjes op. Ja? Ja, kijk maar. Hier hebben mensen dingetjes in gezet. Geen idee wat het is? Het is een boom. Het is een boom, ja. Heel goed. Het is een Mickey Mouse kamer. Mickey Mouse? Ja, dat is Mickey Mouse. Oké, wil je voelen aan de boom? Zo? Is dat Mickey Mouse? Nee. Hé, we doen geen bomen kunnen vlaan. Nee. Nee, maar wel aanraken. Ja, wel aanraken. En zie maar prima. Mensen die bomen knuffelen. Wat was dat? Oh, ja, de vogeltjes hier aan de boom. Wat is dat? Wat zie je? Ik heb een kleine beestje daar. Ja, hey. Ik weet niet of mensen dat kunnen zien op de camera. Ik denk het niet. We zijn bijna bij de speeltuin. Papa, ja. Nee. Jezus, kan dat. Oh, heb ik dat gedaan? Ja. Oh. Nou, dat vergeet je niet meer, hè? Nee. Dat moet papa nog steeds aanhoren. Morgen. Kom maar. Mensen op de fiets, hè? Doei. Sorry? Oh, tijdens bijtijd. Ja. Om even terug te komen op het spinnenverhaal. Er zat een huisspin, of een langpootspin noemen ze dat, geloof ik. Die zat op het plafond. En ze wilden die naar onder halen, Demi en Jovi. Alleen we konden er niet bij. En toen hebben we de vliegenmeppel gepakt, maar de elektrische. Maar ik had hem ingedrukt. Dus toen de spin omlaag viel, werd hij gelijk geëlektrocuteerd. Hè? En dat moet ik nu nog steeds horen, dat ik die spin heb doodgemaakt. Wat was een slak? Dat was een slak. Draai maar eens. Doe maar ronddraaien. Papa, kan ik mijn ziek maken? Let op. Een vingertje van de kroon. Een vingertje van de kroon. Het komt hier, het komt daar, waar maak ik. Spinnetje, hij zingt over een spinnetje. Nee, de meneer zingt over het spinnetje. Hey, klein spinnetje, kom maar dan. Hey, klein spinnetje, waar blijf je dan? Hey, klein spinnetje, kom maar hier en bouw een webje met plezier. Leuk, hè? Jovi houdt niet zoveel van viezigheid. Dus het is een ideale plek om daar vanaf te komen. Hè? Papa! Ja? Papa. Wat dan? Daar. Wat is dat? Oh, weet je wat dat zijn? Huh? Dat zijn konijnenkeuteltjes. Dat is poepje van een konijn. Dus dat betekent dat er hier ook konijntjes zijn. Nee, er zijn niet veel konijnen. Oh, pas op. Ja, doe maar handjes afvegen. Nee. Ja, nou zijn ze echt vies, hè. Doe maar zo afvegen. Nee, we moeten zo. Zo, niks aan de hand. Zie je, ze al bijna weg. Ik kan dat wel doen. Goed zo, goed zo. Zo, nou worden we echt vies, hè. Maar ook even mijn handen wachten doen. Ja, goed zo. Nou zijn ze een beetje vies. En is dat erg? Ja. Nee toch? Maakt er niks uit, de handjes vies. Kunnen we dadelijk thuis wel wassen. Daar. Daar is die dik. Oh, wauw. Dat is een grote kever. Hi, kever. Hi, kevertje. Huh? Waar loopt die wel? Hieronder loopt die. Hi, kevertje. Maar waar? Daar onder het blaadje. Komt hij aan? Maar wacht, niet mijn dood maken.
Die gaan wij niet doodmaken, zeker niet. Ze gaan ze dood zijn. Als we dat doen, dan wordt het bos boos. Als we dat doen. We mogen geen diertjes doodmaken. Nee, wel kijken. Wel kijken, ja, dat wel. Maar we kunnen ook niet paddenstoelen doodmaken. We mogen ook geen paddenstoelen doodmaken. Maar loopt je wel? Je lopen net als mij. Ja. Ik wil ook. Jij loopt ook zo, maar jij loopt op twee benen. Hij loopt op, geen idee, zes pootjes. Hij heeft zes beentjes. Ik is dat. Mooi, hè? Zullen we verder lopen? Oh. Oh, hij doet hallo zeggen, kijk. Zie je dat? Hallo. Hij ziet ons. Hi. Oh, die fout. Die fout. Ja, net als jij net. Huh? Kijk, en dan gaat hij weer verder lopen. Handjes afvegen en verder lopen. Wat doe je nog even? Zeker, ben hier. Papa. Ja, schatje. Ik ben grote stekertjes. Ja, kijk, hier zijn paddenstoeletjes. Waar? Daar. Dan mag je niet met de handjes aankomen, hè? Papa weet niet wat dat voor paddenstoeletjes zijn. Bruh. Maar hier zijn de paddenstoeletjes, zie je dat? Die. En daar. En die ook, ja. Die. Daar ook. Dat zijn paddenstoeletjes. Ik heb daar wel, daar. Hmm. Mag ik schoppen? Nee, die mag je niet schoppen, jong. Oh. Die gaan we niet stuk maken, hè? Hey, hebben we toch paddenstoeletjes gevonden? Kijk eens, en hoeveel? Paddenstoelen. Dat zijn veel paddenstoelen. Leuk, hè? Ze zijn daar. Ja. Hier. Bij stad. Bij bomen. Ja, hebben we toch nog heel veel paddenstoeletjes gezien. Ja, ik zie het. Op de grond. Wauw. Hoe kan ik het met de stok? Hoeft toch ook niet met de stok? Gaan we daar nog even doorlopen? Ja. Ja, nog eventjes doorlopen. Daar naar boven toe en dan zijn we alweer bij de fiets. Neem papa die mee. En dan gaan we lekker naar huis. Maar mijn laarsjes zijn al niet. Ja, maar dat mag toch ook. Daar heb je laarsjes voor. Dus lieve mensen, bedankt dat jullie hier bij ons zijn. Dat jullie dit met ons samen willen beleven. Vind je het leuk? Like de video natuurlijk. En als je nog geen abonnee bent, abonneer ook even op mijn kanaal. En dan zien we jullie in de volgende clip. Peace. Daar zijn we. Yes. Ik ben samen met Demi. En we gaan lekker Lego bouwen. We hebben heel veel bakken. Yes, we hebben heel veel bakken. Ik ga heel even met name hij. Andere telefoon erbij pakken. Kijk, hier is een hele oude Mickey Mouse. Van die, oh, ik ben Mickey Mouse. Ik denk dat van Mickey Mouse is. En dit is helemaal oude cartoons. Papa. Ja, het is wel vette poppetjes, papa, SpongeBob. Wist je dat dit eigenlijk de eerste? Dit is de tweede. En je hebt nog een groene daarvan, een hele zeldzame. Oké. Okay. Je hebt ook zo'n dikke We hebben niet SpongeBob met één oog, maar SpongeBob met één arm. En natuurlijk is die arm ook. Jee, mijn vriendje Skelly is weer op bezoek. Skelly? Ja, Skelly. Als skeletje. Zeg eens hallo allemaal tegen Skelly. Hi Skelly. Hallo. Zeg eens kijken of je dat ook kan zien. Hou ze ervoor. Hallo jongen. Nee, ietsjes verder. Je moet iets terug. Nee, terug. Hallo jongen. Ja, zo. Kijk. We hebben Mandalorian, SpongeBob. Ik weet niet wie dat monstertje is. En we hebben Spider-Man. Je hebt monstertje, een slang. Die, ja, wat is dat? Of een Ninjago. Ah. Oh, we hebben hier nog een soort van stormtrooper. Hey, papa, Skelly rijdt op een haai. Ja, vet. Nou, Skelly voelt van de lijkt wel de haai van Fortnite. Oh ja, dit lijkt heel op je stoel. Kijk, als je het neerzet op papa, dan op dat koffertje. Of volgens mij. Oh ja. Kijk, zo ook. Met dan.
die de rode en dan heb je. Ik ga even alle losse blokjes een beetje verzamelen. Ik heb hier al een plateautje gemaakt. Heb je hier iets voor nodig? Nee. Hier ook niet van? Deze is het van de Mandalorian eigenlijk. Nee, van Boba Fett. Van Boba Fett? Oh, kijk eens. Maar, die is helemaal uit elkaar. Ja, wie denk je? Mijn broertje. Oh jee. Oh, hier Desi. Hier Desi. Van Desi. Jongens. Dit poppetje is van Disney. Wat is het? Ah, hoe heet hij? Steve van Minecraft. Oh ja. En deze? En Alice van Minecraft. Nee. Ik wou toch dus alleen maar de bekende poppetjes ertussen willen zoeken. Doe maar daar. Ja. Wat is je gebruikersnaam? En als jullie Fortnite spelen, ik heet DP06 op Fortnite. Dus de D-E-M-P Griekse E. 06, toch? En papa moet iedereen eerst goedkeuren, dus niet iedereen kan je zomaar toevoegen. Omdat ze vrienden, ja, die ik juist, heb. Juist. Papa moet wel checken, hé, hey, wie is het? Die wat ik hoop dat het wel kennen zijn. Just so you know. Ja, het zou wel leuk zijn. En wat als het nou Engelsen zijn? Als het bekenden zijn. Als het Engelsen zijn, ja, dat maakt er niet uit. Ik kan niet goed Engels. Yes, you can. No, I don't. Kijk daar, je hoort, je verstaat wat ik zei. Alleen dat woord ken ik. Ja. En dan? Dus er al een beetje. Even kijken hoor. Maar, misschien maak ik wel een piramide. Papa. Ja, ja. Hoe weet je maar een beetje begin van Spotlight? Nice. Hij is al af. Laat zien daar in de kamer, wat je maken bent. Oké, je moet nog eerst de vloer en alles. Vind je het niet erg om bakken te mengen? Hm? Vind je het niet erg om sommige bakken te mengen? Niet erg. Weet je wat ik nu voor gevoel heb? Nou? Jawel, en ik zou het niet doen. Ja. Schreeuw ik in mezelf. Ja, nou. Dan moet je daar gewoon gehoor aan geven. Oftewel, dan moet je daar gewoon naar luisteren. Als je dat niet wil, moet je dat niet doen. Dan houden we deze bak bij elkaar. En dan kunnen we straks gewoon in de andere bak kijken. Ja, dat mag wel, maar... Kijk maar, ja. Ja? Ja. Dan doen we nu gewoon even zo. Dit is Ed Sheeran. Dit is Ed Sheeran. Weet je wie Ed Sheeran is? Nee. Oh my god. Hij is een zanger. Een zanger. Ed Sheeran is een zanger. Zangeres. Hij is zanger. Zangeres. En We don't talk. Nee? Niet? Dan is echt niet goed. Never mind. Never mind. I don't say anything. Dus ik heb nu ook goed Engels. SpongeBob zat er ook hier op de trap. SpongeBob doet ook aanbidden. Het is een oceaanwezen. Je kan het helemaal niet ademen. Mijn zijde, mijn wereld wel. En Mandalorian zetten we als leider. Ja, vet. Ja, vet. Kijk, Mandalorian is de leider. Van het gemeenschap. Juist. Hoe weet je wat gemeenschap is? Een gemeenschap. Natuurlijk, kan dit dan. Even kijken of de mensen het ook goed zien. Kijk. Vet, hè? Dit is mijn Maya-tempel. Waarbij SpongeBob, Mandalorian, Pocahontas en hier Ed Sheeran. Stop nou eens met Pocahontas. Pocahontas. En ze doen allemaal de zon aanbidden. En hier hebben we een Indiaan met een paarse vlam uit de hoofd. Vette. Goed, Arnhem.
maak geen dingers. Ik denk dat hier batterijen in moeten. Maar we hebben helaas geen batterijen. Misschien een kleine. Kijk, maar we hebben hem in ieder geval op kunnen bouwen, een soort van. We hebben een baantje gemaakt. Demi wilde iets van Fortnite maken. Ik heb een Maya-tempel kunnen maken. En dat is iets wat Demi leuk vindt om te doen. Demi houdt van bouwen. Demi heeft ook een heel grote ruimtelijk inzicht. En een hele grote fantasie. Wat helpt bij bouwen natuurlijk. En nou, misschien is het leuk om ooit in de toekomst weer een Lego vlog of zo te maken. Hè? Zou je dat leuk vinden? Nou, wij willen jullie heel erg bedanken mensen voor het kijken en we hopen dat jullie leuk vonden. Dit is, dit zijn de dingen die wij leuk vinden om te doen samen met de kinderen. Dit is wat Demi leuk vindt om te doen. En bedankt voor het kijken. Like deze video. Als je niet geabonneerd bent, abonneer op ons kanaal. Want dat helpt ons alleen maar om te groeien. En laat weten in de comments wat jullie ervan vonden. En dan zeggen wij... Chalas! Chalas! Peace!